What's up gasten, Skillman VVZ hier en vandaag de volgende episode van de World Cup versie van So Much Banta FC. Ik ga er 3 voor jou in totaal doen en daarna stop ik weer met de World Cup. Ongeacht wat we doen, of we de World Cup winnen of verliezen, dat zie je in ieder geval binnenkort. Eerst, wil je Ultimate Team Coins kopen, ga dan naar de FUT Store voor een snelle en betrouwbare service en gebruik de code VVZ bij betalen, dan krijg je 5% korting. En we hebben ondertussen 60 Chemistry Team Geest, nog steeds vrij starter pack-achtig. We hebben een paar gratis spelertjes gehad. In deze episode ga ik je 3 wedstrijden laten zien. Eentje in wat voller verslag en 2 in wat korter verslag, wat meer de goals zeg maar. En we gaan een paar gratis pakketjes plus 1 5k pakket openen. Dat zeg ik alvast, want daar hebben we genoeg coins voor in deze episode. We gaan in ieder geval de eerste tegenstander tegemoet kijken. En dat is Number 7, een Portugees team. Portugal ook. 54 chemistry, lager dan ons dus. Dus dit moet een overwinning kunnen zijn. En daarmee zouden we dus 3 wedstrijden op rij kunnen winnen. We kijken tegen het team waar we spelen en dan zien we onder andere Insigne, Xavi, ik zie Eto, oh wat gevaarlijk is, De Rossi, ik zie ook Nasri bijvoorbeeld en Bruno Martins, Indy en hij heeft ook volgens mij Forster of zo op goal. In ieder geval een half sterk team, maar lage chemistry. Wij krijgen ook de eerste kans, Ben Khalifa vindt Herman en Herman schiet hem maar eens een keer en die schiet hem heel zachtjes met een slap rolletje langs zijn keeper. En daarom staan we wel 1-0 voor, Herman. Zoals je al ziet, misschien dat er een paar fouten in deze game zitten. Daar zometeen meer over. Eerst Eto'o, die krijgt een kans. En Nyom zit daar nog tussen. Dan krijgt hij een corner. Eto'o, die baalt er zelf natuurlijk van. En de corner wordt voorgegeven door Xavi. En daar staat Matip. En Matip, die kopt hem prachtig achter Adler. Helaas, Joel Matip, die kan niet de 1-1 voorkomen, zeg maar, worden. En dan sturen wij Wakaso weg. En Wakaso, die pakt dan de bal op. En die schiet hem keihard net over de keeper heen. Helaas. Hij krijgt dan de kans, Gaston Ramirez wordt weggestuurd. Die kijkt waar staat iemand vrij. Die vindt dan Eto'o, die kan tussen 2 spelers doorkoppen. En Samuel Eto'o mist die kans nooit. Zo staan we 2-1 achter. En wat ik bedoel nou met, er zit een paar fouten in het spel. Kijk hier bijvoorbeeld, dan zie je alleen mijn naam. En voor de rest zie je geen scores, geen tijd, niks. In ieder geval, wij krijgen wel de kans hier. Herman, die pakt de bal op, die zest hem af en schiet hem vervolgens kruislings keihard de kruising in. Lekkere goal van Herman, zijn tweede in deze wedstrijd al. Maar dan duurt het niet lang dat wij ervan kunnen genieten. Want Insigne geeft de bal hier scherp voor. En daar staat Eto'o. En weer Eto'o met de kopbal die scoort. En Samuel Eto'o zegt rustig maar, jullie kunnen niet van ons winnen. Maar ik ben daar van het tegendeel natuurlijk overtuigd. Kwambe die krijgt hier dan de bal tegen Ramirez. En die schiet en raakt dan nog net de paal. Daar komen we heel goed weg. Nyom die kan dan wegwerken, half wegwerken. En uiteindelijk Shimaila die hem helemaal wegwerkt. Maar zoals de eerste helft al showt, hij heeft meer kansen. 9-6 tegenover 6-3. En ik keek het een beetje met ledenogen aan. Dan vinden we Defoe hier, Eddie Johnson, die allebei ingebracht. En dan stuurt Johnson Defoe weg. Defoe die kan dan langs de Rossi komen. Die schiet hem kruislings prachtig langs de keeper. En zo staan wij staat het 3-3 ondertussen. Matip die kan dan niet voorkomen dat Shimaila hier nog de 4-3 inkopt. En zo winnen wij nog eens die wedstrijd. Het is inderdaad Forster die op de goal stond. Zo winnen wij de wedstrijd met 4-3. Prachtige overwinning. 2500 munten plus dat gratis pakketje in de pocket. Dat betekent dat we dus een gratis 5k pakket kunnen gaan openen. Want dat hebben we ongeveer wel verdiend. In ieder geval, we hebben dus de tweede helft omgekeerd. En zo hebben we de wedstrijd gewonnen uiteindelijk. Heel belangrijk die 3 punten en die 2500 coins voor So Much Banter in de pocket. In ieder geval, dat gratis pakketje gaan we dus even openen. Kijken of we daar misschien een versterking uit krijgen. Je hebt een hele kleine kans dat je hele grote sterke spelers eruit krijgt. Maar iedereen krijgt ze toch. En uiteindelijk krijgen wij Gavi Martinez. En dat betekent toch wel een sterke speler voor het middenveld erbij. Dan open ik ook dat 5k pakketje. En uit dat 5k pakketje krijgen we in eerste instantie vrij weinig. Want we krijgen hier Soto te zien. Maar daarna zie ik ineens Vossen en Fellaini. En dat betekent dat we extra chemistry kunnen gaan krijgen. Plus we hebben ook Louis van Gaal gekregen. Niet dat ik Van Gaal ga gebruiken helaas, want ik heb meer aan een Afrikaanse coach op het moment dan aan een Europese coach. Want die Afrikanen die zitten op lage chemistry en die kan ik liever wat hoger hebben dan. In ieder geval, we krijgen Van Gaal en dan besluit ik een opstelling aan te gaan passen. Fellaini erbij. Dan besluit ik ook Dermić zo meteen uit de spits te gaan halen. En Vos gaat er dan in voor hem, zodat Vos op de maximale chemistry komt. En dan besluit ik nog even te kijken wie ik hem misschien nog bij de bank kan doen, zoals die Shimaila. Ga ik een beetje rond puzzelen hoe ik het beste de opstelling kan doen. Dan besluit ik die Shimaila daar op de linksachterpositie neer te zetten. En zo heeft Wakaso ook maximale chemistry. Onverwacht dus. Of bijna maximale chemistry moet ik zeggen. In ieder geval hoger. En dat betekent dat we dan toe zijn aan de volgende wedstrijd in de laatste 16. En dan komen we tegen Argentinië. 61 chemistry. Wel een sterk team met Vargas, Muriel. Ik zie Lucas bijvoorbeeld, Ramirez, Hernanes volgens mij. Maar wij krijgen de eerste kans. Florenzi vindt Fellaini. En Fellaini die schiet en scoort gelijk op zijn debuutwedstrijd na 4 minuten. Dat was gek genoeg ook het enige wapenfeit in de eerste helft. Zoals je hier gaat zien. Eerste helft afgelopen. 4 minuten gespeeld.
En toen hebben we gescoord en daarna is niks gebeurd. Wel wat kans voor ons, 8-8 tegenover 4-3, maar ze waren niet de moeite waard om te laten zien. Defoe vindt vervolgens Sumaila, die mee is gekomen. Die kan dan pasen op Florenzi. Die geeft de bal in eerste instantie voor, maar dat wordt weggewerkt door Astori. Oscar paast dan verkeerd, want Nyom kan hier onderscheppen. Die gooit dan de bal naar voren richting Herman. Herman kijkt wie er vrij gaat staan. Paast op Jermaine Defoe, die ziet dan eerst Fellaini de run maken, maar besluit zelf te gaan en die schiet hem dan net op de paal. Dan kan de bal weg worden gewerkt door Mascherano. Wordt teruggebracht door Wakaso. En let op Florenzi. Die schiet de omhaal net naast helaas. Jammer van Florenzi. Maar Patricio maakt dan de fout. Defoe die paast de bal naar voren weer. Fellaini. Maxi kan ertussen zitten. Maar Fellaini schiet vervolgens wel de 2-0 binnen. Mooi. Marouane Fellaini die scoort. Dan is het de 80ste minuut. Krijgt hij pas een kans. Oscar die vindt dan hier Lucas. En Lucas die kan de bal langs Adler pasen. En dan erin schieten. Zo scoort hij de 2-1, maar ik was vastberaden om dat vast te houden. En we winnen uiteindelijk ook die wedstrijd zoals hier te zien is. Met 2-1, dat betekent dat we naar de laatste 8 zijn. Heel belangrijk, een mooie overwinning dus voor dit team met een hele lage chemistry toch wel. Want het is eigenlijk nog wel vrijwel een starterpack met 1 5k pakketje wat we hebben geopend. We krijgen in ieder geval wat coins bij en een gratis pakketje. Uit het gratis pakketje krijgen we een of andere Koreaan. Hebben we ook niks aan, dankjewel EA. In ieder geval besluit ik het een en ander nog even om te gaan gooien. Om te kijken of ik wat spelers kan sparen. Want er waren wat vermoeide spelers en wat spelers misschien wat op een hogere chemistry kunnen krijgen. Zo puzzel ik een beetje het een en het ander. Zo zie je dat Vossen bijvoorbeeld op de CM gooit, Ben Khalifa ineens. Maar ze krijgen allemaal maar 1 chemistry. Dus dat heeft niet heel veel nut. En dan besluit ik uiteindelijk gewoon weer in een vaste opstelling te gaan spelen. Hier zie je dat Vossen dan weer op de spits, Durmic ernaast. En dan besluit ik gewoon weer te gaan puzzelen. Dan zet ik Durmic erin en dan vind ik het wel genoeg ongeveer. Dat betekent dat we met het volgende team dan de wedstrijd tegen Duitsland moeten gaan spelen. 82 team, 100 chemistry. En kijk dit team, ik dacht dit gaat een zware wedstrijd worden. Sam, ik zie Hazard, ik zie bijvoorbeeld Diego Costa, ik zie Rooney, Valbuena, Kroos heeft hij. Maar wij krijgen de eerste kans, want hier is Herman paast op Fellaini, die schiet. En dat kan gered worden door Ter Stegen, maar Sumaila duikt er eens op. En die scoort dan de 1-0 voor ons al in de 14e minuut. Herman paast dan op Durmic. En Durmic die kijkt waar Herman loopt en vindt uiteindelijk hier Wakaso. Die kan aannemen, schieten en Ter Stegen keert. En vervolgens is Wakaso daar als de kip erbij om de 2-0 binnen te schieten. Dus we staan 2-0 voor. Vrijwel verrassend dus wel. In ieder geval krijgt de tegenstander dan de eerste helft nog geen kans. 6-4 tegenover 2-1. Tweede helft was wel meer voor hem. 62e minuut. Hazard wordt gevonden en schiet hem ineens over Adler heen. Mooie goal van Eden Hazard. En daarom staan 2-1 voor. In ieder geval, het wordt spannend, want wij vinden dan Johnson hier zo meteen. Die kan hem voorgeven, Ter Stegen vangt hem, maar gooit hem ineens heel verkeerd uit. Die gooit richting Fellaini. Fellaini kan Rooney aftroeven. Vindt dan de bal hier terug van Gavi Martinez en schiet hem beheerst langs Ter Stegen. Dus dan staan we 3-1 voor in de 83ste minuut. Wordt het dan nog spannend, zou je zeggen? Nou, eigenlijk niet, maar het wordt wel wat even wat billen knijpen voor mij. Want hier is Rooney, die vindt dan Eden Hazard hier zo. Want Hazard die paast hem dan prachtig langs Adler. Een soort effectballetje dan. 87ste minuut. Komt er nog 1 kans voor hem hier. Inigo Martinez vindt Sam. Is dit de beslissende 3-3? Gaan we verlengen of gaan we door? Sam schiet en schiet over. En daarna fluit de scheids af en winnen wij 3-2. We zijn dus door naar de halve finale. Wie had dat gedacht? Met een team met net 70 chemistry. Dan gaan we een pakketje openen en daar komt een hele belangrijke speler uit. Deze speler gaan we veel aan hebben, ongeacht wat we spelen. Hier is DJ Drogba. Drogba stream. In ieder geval DJ Drogba, daar gaan we heel veel aan hebben. En zo zie je dat ik een beetje met de opstelling weer ga lopen spelen. In ieder geval dank je voor het kijken van de video. De World Cup versie van Somers Banter. Volgende keer een normale Somers Banter. In ieder geval mijn naam is Skillman VVZ. Dank je voor de like, abonneer, deel en natuurlijk de reacties. En ik zie je graag volgende keer terug bij volgende Somers Banter. Later!